Hallo allemaal, hebben we trek in iets lekkers? Ik in ieder geval wel. Ik heb voor jullie 5 heerlijke streetfoodgerechten uit Azië die je maag gaan laten rommelen. Laten we beginnen. Martabak, origineel uit Jemen, is een gevulde pannenkoek of pangebakken brood wat veel wordt gegeten in Indonesië. Het verschilt per regio wat voor ingrediënten er in de pannenkoek worden gebruikt. Het woord murtabak of mutabak betekent ook in het Arabisch gevouwen, wat de pannenkoek ook is. Bibi en Yvonne hebben in Indonesië dit gerecht ook gegeten. Tissue paper, because it is really heet, hè? Klopt. Woe! Echt van de plaat. Wow. Love it. Lekker. Wow. Nice. Dus je kan het dubbel dippen. China staat bekend om het rare eten, zoals schorpioenen en kakkerlakken. Maar ook heeft China heerlijke streetfood. Dimsum is hier er één van. Dimsum is een gestoomde of gefrituurde snack die gevuld is met vlees, rijst en groenten. Deze snack kan door de dag heen gegeten worden en is niet gebonden aan een bepaald tijdstip. Dus lekker snacken dan maar. Laksa curry komt vooral in Singapore voor. Deze populaire soep wordt gemaakt met rijstnoedels of vermicelli en kip, vis of garnaal. Het verschilt per regio of er kokosnootmelk of sour assam in wordt verwerkt. De zusjes Verbon hebben dit ook gemaakt in hun reis naar Singapore. Extra laksa, extra punten. Zo. Oké, klaar. Boko kan op ieder moment van de dag worden gegeten, maar alleen als het anders wordt bereid. Zo wordt in Noord-Vietnam het als ontbijt gegeten met rijst, in Centraal-Vietnam wordt het als noedelsoep gegeten en in Zuid-Vietnam wordt het verwerkt met vers stokbrood wat in de saus kan worden gedoopt. Boko wordt met rundvlees bereid en als een stoofpot klaargemaakt. Ook worden er een hoop lekkere kruiden in verwerkt. Zeker een aan te raden gerecht. Rode curry. Deze pittige curry uit Thailand bestaat uit een hele pittige curry, wat wordt bereid met een hoop kokosnootmelk en vlees. Het vlees kan kip, rund, varken, eend of garnaal zijn. Dit verschilt per regio en religie. De rode kleur komt van alle pepers die erin worden verwerkt en is dus voor normale Europeanen erg pittig. Masha en Francis hebben dit ook gemaakt en verkocht op de markt in Thailand. Trouwens de moeder van, dus die leert ons hoe koken, heel cool. Nou, dat zag er echt allemaal heerlijk uit. Ik denk dat ik ook maar even wat Aziatische ingrediënten uit de kast trek om iets heerlijks te maken voor vanavond. Dan zie ik jullie volgende week en alvast eet smakelijk!